Ik sta hier vandaag voor Vacht en Veren, weer op een hele toplocatie, namelijk de Ezelshoeve in Baarle-Nassau. En ik ben hier met eigenaresse Jacqueline van den Berg. Hallo. Vertel eens Jacqueline, hoe is het allemaal zo begonnen, deze plek? Hoe is het allemaal zo begonnen? Jij, je koopt een boerderijtje en daar zit een stukje land aan en dan kun je je droom waarmaken om twee ezeltjes te nemen. En toevallig waren deze twee ezeltjes al weggooiertjes, zoals wij dat noemen, van ze moesten snel een ander plekje hebben. En van het een komt het ander. Je verdiept je erin en je gaat steeds meer ezeltjes helpen. En hoeveel ezels heb je op het moment? Poeh. Ik denk een stuk of 56 dat we nu zitten. Ja. Oh, dat is inderdaad heel erg veel. Ja, dat zijn er heel veel. En het is dus ook echt nodig in Nederland. Want dat vind ik dan soms nog raar. Nederland, geen echt ezelland. En toch hebben we een ezelopvang nodig. Ja, ezelleed in Nederland, ja, dat bestaat dus echt. Door de dierenpolitie worden ezels in beslag genomen. Men denkt nog steeds dat een ezel geen verzorging nodig heeft. Dat je ze gewoon in de wei kunt zetten en ze kunt vergeten. En dat kan helaas niet. Ja. En het enige wat wij willen is dat we een beetje het kenniscentrum zijn voor eigenaren, ezeleigenaren, dat ze hier met hun vragen kunnen komen, dat ze hier ervaring op kunnen komen doen. Hoe ga ik nu met een ezel om? Of hoe denkt een ezel? Of waarom doet een ezel dit of dat? De lichaamstaal van een ezel leren. En wat wij ze vooral willen laten zien is dat de ezel helemaal niet dat domme dier is. Nee. Dat die ezel juist zo graag bereid is om leuke dingen met jou te doen. Maar dat moet je ze wel leren. De mens zegt eigenlijk altijd dat de ezel een dom dier is. Maar men zet ze in de wei en dan verwacht men dat men ze zonder opvoeding een ezel zomaar alles weet. Ja, dat. Ja, omdat ze dan denken van hij is eigenwijs, hij doet het toch niet, hij luistert niet, dus we laten hem maar. Ja, inderdaad. Ja, en als zo'n beest niet opgevoed wordt, ja, dan zal hij ook inderdaad dom blijven. Maar een ezel leert heel snel. Is iedereen bij jou welkom of heb jij open dagen? Of? Wij hebben één keer per jaar bij de Internationale Ezeldag. Internationale Ezeldag houdt in dat alle ezelopvangen vanuit Europa hier hun werk presenteren. Ze krijgen allemaal een marktkraam. Ik ben vorig jaar geweest, dat was echt geweldig. Heel mooi weer. Ja. Leuk. We hebben eigenlijk altijd goed weer. Je krijgt wat je verdient, hè? Ja. Dus het is altijd heel mooi, een mooie dag. Dit jaar was het ook weer schitterend. Het is altijd de laatste zondag van september. En wat wij willen is de samenwerking met alle ezelopvangen. Want wij staan allemaal voor het een en hetzelfde dier, die ezel. Heel mooi. I put my shades on and ready for the day, yo. The sun is hot and ready for the rain, yo. You look at me, I can't resist. Your eyes don't move and they never miss. There's something about your way that I can't let go now. Your pride, your beauty from head to toe. Now there's love, they tell me there's love, I know. But my feet telling me that I have to go. And yeah, I don't know what I'm supposed to say when you're telling me you're willing to go all the way now. My words don't work on this conversation, babe. Can't we do this another day? We staan hier bij de babytjes en ik geloof één mama? Twee mama's. Twee mama's en drie veulens. Ja. Wat, want ze zijn schattig en ik kan me voorstellen dat iedereen denkt, oh schattig. Maar wat hebben ze nodig aan verzorging, aan opvoeding? Ze hebben heel dringend de opvoeding van de moeder nodig. Minstens 6 maanden. Liever 10, zeggen wij. Ja. Want een ezeltje kan natuurlijk niet zomaar van zichzelf uit alles weten. Dat moet opgevoed worden, ze moeten leren wat wel en wat niet mag. Ze moeten ezelgedrag leren, ze moeten de lichaamstaal leren. Dat kunnen wij mensen ze niet leren, dat leren ze van de moeders. Zo'n ezeltje wat te vroeg bij de mama weg wordt gehaald en met 3-4 maanden alleen in een wei wordt gezet, dat zijn eigenlijk allemaal gedragsgestoorde ezels later. Maar wat kunnen wij dan toch voor ze doen? Stel dat wij ze wel krijgen, wat kunnen wij dan voor ze doen? Dat we die rol een beetje overnemen. Dan moet je eigenlijk bij mij de informatie komen halen van hoe kan ik zo'n veulen of een ezel die al volwassen is opvoeden om te laten zien wat ze wel en wat ze niet mogen. Kijk, je ziet hele duidelijke lichaamstaal van haar en hij reageert onmiddellijk. Dit doet ze niet naar ons, maar alleen naar de ezel. Hij reageert, hij heeft hier al geleerd wat die oren zeggen, wat heel haar gezichtsuitdrukking doet. Als die ogen groter worden, als die nek spant en als dat staartje zwiept. Yeah. Dat weten ze al precies. Wij mensen kunnen dat niet nabootsen. Wat wij wel kunnen doen is ze bijvoorbeeld met klikkertraining bepaalde dingen weer aanleren. En
negatief gedrag negeren en positief gedrag belonen. Net als met honden, net toch een stukje honden. Opvoeding. Wat wil ik wel van mijn ezel en wat wil ik niet? Juist. En wat is gezond voor hem in precies, gedrag? Precies, dat is precies eigenlijk wat je met... Het is eigenlijk net een hele grote hond. En voor gewone dagelijkse verzorging, wat heeft een ezel nodig? Een ezel heeft veel verzorging nodig. Iedere ochtend moet je hem zijn eten geven, het hooi, het stro. Ze moeten uiteraard een wei hebben, een veilig omheinde wei, waar ze niet zomaar uit kunnen komen, want ze gaan aan de wandel en je bent ze kwijt. Wat hebben ze nog meer nodig? De vachtverzorging moet gedaan worden, de hoefverzorging, de ontworming, de inentingen. Eén keer per jaar moet het gebit nagekeken worden, zo nodig ook behandeld worden. Er zit best wel wat aan en ze hebben aandacht nodig, want het is ook een gezelschapsdier. Je kan ze niet zomaar alleen in die wei zetten en laten staan. Dus eigenlijk altijd twee ezeltjes? Sowieso, altijd twee ezels, want het is een kuddedier. Maar ze willen ook de aandacht van die mens. Ze willen dat knuffelen, ze willen kroelen. Ze willen graag met de mens iets samen doen. Lekker gaan wandelen, een karretje trekken, dat kunnen ze allemaal. Can we do this another day? I know you're not mine, but stick around. Stick around for now. I know you're not blind, but stick around. Just stick around for now. I know it's not your style to live and die, but stick around for now. I'll try to make you feel like home. Het is geen grasmaaier, wat de meeste mensen wel denken. Maar wel schattige. Maar ze zijn heel lief. Wij hebben een antifokbeleid. Dat hier veulens staan, is omdat deze merries drachtig binnen zijn gekomen. Maar dat antifokbeleid, wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat wij iedere hengst die wij tegenkomen en onze vingers op kunnen leggen, laten kastreren. Omdat er zoveel ezels in Nederland zijn die nog geen goed thuis hebben. Dus laten we daar eerst eens voor gaan zorgen. Bovendien is er een enorm aantal intiltezels in Nederland. The sun is hot and ready for the rain. You look at me, I can't resist. Your eyes don't move and they never miss. There's something about your way that I can't let go now. Your pride, your beauty from head to toe. Now there's love, they tell me there's love, I know. But my feet telling me that I have to go and yeah. I don't know what I'm supposed to say when you're telling me you're willing to go all the way. Stel, je komt bij jou en je ziet hier al die prachtige ezels en er heel veel hebben er nog een opvang eigenlijk voor nodig of een lekker huis. En je zou er twee willen. Hè? Want twee, geen één, twee. Hoe gaat het dan in zijn werk? Tenzij je natuurlijk al een ezeltje thuis hebt staan, hè, waar je een maatje voor zoekt, dan heb ik ook altijd wel een los ezeltje of een eenzaam ezeltje wat hier zo geen vriendje heeft. Hoe gaat het in zijn werk? Je moet eerst kennis komen maken met ons en met de ezels. Ik kijk hoe de mensen zich tussen de ezels bewegen, of zij een beetje ervaring er al mee hebben. Dan gaan we kijken welke ezels geschikt zouden zijn. Dan gaan die mensen weer naar huis en maken we meteen weer een afspraak dat ik daar naartoe ga. Dan ga ik kijken hoe het terrein is, hoe de stal is. Of ga nog tips geven als ze moeten bouwen nog. Dat gebeurt ook nog wel eens. Dan zijn de mensen ook nog verplicht om één dag of twee dagdelen hier mee te komen helpen. Dat ze alles ook nog kunnen vragen van verzorging. Ze krijgen van mij heel de vachtverzorging uitgelegd. Hoefverzorging, eerste hulp bij ongelukken, lichaamstaal, dat moeten ze allemaal leren. Ze moeten hun ezels kennen, ze moeten ze kunnen begrijpen. En als dat allemaal oké is en ze vinden het nog steeds leuk, dan gaan we afspraken maken om de ezel er naartoe te brengen of de ezels erheen te brengen. Ja. Al bij elkaar ben je toch wel een maand of drie bezig. Oké, dat is een behoorlijk traject. Ja, ik vind namelijk, het mag niet zomaar in een opwelling gebeuren dat mensen denken van, nou dat vind ik leuk en ik wil ze morgen bij me hebben. En dan kun jij ze na een half jaar terughalen. Dan, juist, inderdaad. En dan kan ik ze daarna weer op gaan halen. Als je ezels bij mij haalt, kost dat uiteraard geld. Dat is wel inclusief het wegbrengen. Ik breng de ezels altijd zelf naar hun nieuwe plek toe. Ze zijn dan ook recentelijk ontwormd. De hoefsmid is nog geweest, de tandarts is geweest, de dierenarts heeft een check-up gedaan. Dus ze gaan met paspoort en chip, ze gaan helemaal verzorgd. En de mensen krijgen 3 maanden garantie. Leuk. Absoluut. Die drie maanden houden ze contact met mij.
En geven ze aan van nou, het werkt wel of het werkt niet. Ja. En zou het nou echt niet leuk zijn of de ezels willen gewoon niet, dan kom ik ze ophalen, krijgen de mensen hun geld terug. Ja, jij zal ook moeten bestaan. Hoe doe je dat? Buiten hard werken. Wij krijgen geen subsidies. Wij moeten alles doen van particuliere donaties. Je kunt hier een ezeltje adopteren. Een gehele adoptie en een deeladoptie. Mogen ze hem komen bezoeken? Altijd. En de mensen komen lekker knuffelen met hun ezel. Lekker borstelen, een wandelingetje maken. Dat is echt heel leuk. En de snuffert liggen? Ja. In het plas gelegen, kruikertje, hierin. Ze gaan zelfs helemaal met de kop plat liggen. Hè? Dat is heel eng. In het begin vond ik dat heel eng om te zien. Ja. Dan dacht ik, oh, ze gaan dood. Ja. Maar nee, dat is gewoon slapen. En vooral de jonge ezels doen dat. Lekker, hè? Vito is blind. Echt? Ja. Oh. Die gaat alleen maar op zijn gehoor af en op zijn vuur. Zie je dat? Die ziet helemaal niks. Dat is, er zit geen leven meer in de ogen. Maar wat knap dat hij dan toch zo... Hij kent hier heel goed de weg. Ja. En op een gegeven ogenblik hadden we de weides veranderd. En toen wist hij niet meer waar de uitgang was. Oh, en toen ging hij heel hard staan balken. En toen riep ik, kom eraan. Want ik stond daar natuurlijk. Ik kom eraan, jongen. Maar de andere ezels hadden mij al gehoord. En dus ik, op het moment dat ik de spullen weglegde, ik ga lopen, hadden ze hem al ingesloten om mee te nemen. Oh. Ja. Leo ziet er ontzettend knap uit, van zichzelf, maar hij heeft ook een schitterend dek aan. Dat is een heel mooi dekje inderdaad. Dat is eigenlijk het gezicht van ons nieuwe project, Donkey Trail. Een tweedaagse ezelwandeling, maar een hele luxe ezelwandeling. Een wandeling waar je zelf niets meer voor hoeft te regelen. Dat wordt allemaal voor je gedaan. De tent wordt voor je opgezet. Je krijgt de lunch mee. Je kunt ervoor kiezen dat er 's avonds voor je gekookt wordt. Dus luxe kan het eigenlijk niet meer, hè? Wat leuk. Ja, heel leuk. En deze dekjes die worden gemaakt door Keken. En Keken is hier, dus als je wil dan lopen we er even naartoe. Oh, is goed. Leuk. Ja. Doen we. Ja. Kom, ik volg je. Weer. Een weigering. Kom maar. Kom, we gaan even naar Keken. Oh, you just gonna stand there, huh? Heerlijk. But you too cute to dance. Dit is ezel. Ezel gedrag. Kom maar. Leo gaat echt niet wandelen en echt niet lopen, dus wij gaan Kee hier naartoe roepen. Dat gaan we doen. Keke, kom je. Hallo. Ja, hi. Oh, nog zo'n mooie deken. Jij bent Keke van Atelier Kee. Hallo, ja. En jij hebt deze fleurige dekken gemaakt. Ja, ik heb een ezeltas ontworpen. Iets wat toch vriendelijk was voor de ezel. Niet zo'n zware juk met een echt, waar een echt zadel op zit. Ja. Maar vooral om mee te wandelen en wat picknickspullen in mee te nemen. Dus er zitten zakken aan de zijkant? Ja, daar kun je gewoon de picknickspulletjes in doen. Ik kan het even laten zien. Alle spulletjes die meegaan met de wandeling kunnen in de grote zak. Zoals een extra jas of een fotocamera. Nou, eigenlijk de ezel draagt eigenlijk alles wat je tijdens de wandeling niet zelf wil dragen. Okay. Het is niet de bedoeling dat kinderen hier de hele wandeling op gaan rijden. Maar als ze een keer moe zijn, kunnen ze er eventjes op. En daarvoor hebben we dit handvatje erop gemaakt. Ja, ik vind het ontzettend kleurig. Ze zien er echt heel erg leuk uit, Jacqueline, voor die wandeling. Het is ook een ontzettend leuk evenement eigenlijk. Onze ezels worden daarop getraind, niet gedrild. Dus het kan wel eens gebeuren, wat er daarnet ook gebeurde. Dat hij niet wil. Gewoon weigert en dan bellen ze ons en dan komen wij daar aan. En dan gaan we even meehelpen, dat ze weer op weg kunnen. Wil jij mij iets vertellen?
lift you up and turn you down. Try to keep it cool, but girl, I just don't know how. It sounds so simple when you say it's just a little thing I'm gonna have to change. But it seems so out of place. It seems so far away. That's not a monkey.